Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, Pim Fortuyn vroeg om beveiliging door de overheid, maar hij kreeg het niet, ondanks dat daartoe alle reden was. We zullen nooit met zekerheid weten of hij dan niet zou zijn vermoord, maar die kans is zeer aannemelijk. Wat we wel weten is dat zijn moordenaar Volkert van der Graaf wel beveiliging kreeg. Hoe gek wil je het hebben? De nabestaanden van Pim Fortuyn zullen dit hele circus met afschuw gadeslaan en ik kan ze geen ongelijk geven. In een uitzending van Brandpunt op 20 september jongstleden was Volkert van der Graaf te zien die voor een verborgen camera zijn middelvinger opstak naar de Nederlandse bevolking door breed lachend te zeggen dat hij samen met zijn advocaat de in de Telegraaf verschenen foto in scène heeft gezet, hij in Apeldoorn tussen aanhalingstekens woont, zodat hij een hogere bijstandsuitkering ontvangt dan wanneer hij in Harderwijk zou wonen bij zijn kind en zijn partner. Hij ook geen werk wil gaan zoeken, want dan kan hij niet meer gratis procederen. Voorzitter, de hardwerkende, belastingbetalende burger zal hier met grote woede naar hebben gekeken. En diezelfde burger zal zich ook afvragen of deze crimineel wel achter slot en grendel gaat. En wat de PVV betreft, voorzitter, is het antwoord daarop volmondig ja. Hij heeft wel bewust het opgelegde mediaverbod overtreden. De door het Openbaar Ministerie gegeven toestemming is wat mijn fractie betreft niets waard. Uit het antwoord van de minister blijkt namelijk dat de toenmalige minister niet wist van deze actie uiteindelijk. En in deze zeer gevoelige zaak is dat op zijn minst de aangewezen weg. Mocht het fotomoment geen overtreding zijn van het mediaverbod, vindt de minister het volgende wel een overtreding. Op 28 september jongstleden meldde John van de Heuvel op tv dat hij uit zeer betrouwbare bron heeft vernomen dat een deel van het vraaggesprek met Volkert van der Graaf in de uitzending van Brandpunt eerder is opgenomen door een bekende van Van der Graaf. En die beelden zijn vervolgens van hen uit aan diverse media aangeboden. Het zelfstandig benaderen van diverse media is wel degelijk een overtreding van het mediaverbod. Is de minister dat met de PVV eens? En zo ja, gaat hij actie ondernemen richting het Openbaar Ministerie met als doel Van der Graaf weer terug achter tralies te krijgen? Zo nee, voorzitter, dan toont dat des te meer aan dat je voor veiligheid en justitie ook niet bij deze minister moet zijn. En voorzitter, gaat de minister ervoor zorgen dat wanneer een voorwaarde voor voorwaardelijke en vrijheidsstelling wordt overtreden, het restant van de straf automatisch ten uitvoer wordt gelegd? Ofwel, overtreding voorwaarde is terug naar de gevangenis. Voorzitter, dan het andere deel van dit uiterst pijnlijke dossier voor de minister. Vaststaat dat de minister de Kamer tijdens het vragenuur vorige week dinsdag onvolledig heeft geïnformeerd. Dat erkent de minister ook en hij zegt de gang van zaken te betreuren. De minister zegt letterlijk dat hij summier en met beperkte focus mondeling op de hoogte is gesteld dat rond de voorwaardelijke in vrijheidstelling over het eventueel maken van een foto was gesproken. En dat hij zich de aard en de omvang van deze gesprekken niet realiseerde. Voorzitter, terwijl het hier gaat om het dossier van Volkert van der Graaf, de man waarvan premier Rutte in verkiezingstijd heeft gezegd dat het voor hem ondenkbaar was dat deze man proefverlof zou krijgen en dat het einde van de carrière van minister van Veiligheid en Justitie zou zijn. De man waar toenmalig Kamerlid Van der Steur vorig jaar nog over heeft gezegd dat het voor zijn fractie een grote schok was dat hij voorwaardelijk in vrijheid zou worden gesteld. En als je dan zelf aan de knoppen zit, dat je dan zegt ik laat me summier en met beperkte focus informeren, voorzitter, dan rest je een vraag, is deze minister nu al politiek levensmoe? En laat ik dan nog maar een aantal andere punten uit de brief op een rij zetten. Op 18 december 2013 is er overleg over het verlof van Volkert van der Graaf. Aanwezig de beide bewindspersonen en alle betrokken organisaties. Er wordt een afspraak gemaakt over het instellen van de stuurgroep op hoog ambtelijk niveau. Want, en dat is belangrijk, voorzitter, de bewindspersonen hechten groot belang aan tijdige en volledige informatieverstrekking. Maken van een foto wordt met de organisaties en alle onderdelen van het ministerie besproken. En die foto's niet bedoeld voor op de schoorsteenmantel, voorzitter, maar bedoeld voor publicatie. En die publicatie had als doel dat er een inschatting kon worden gemaakt van het veiligheidsrisico dat Van der Graaf eventueel zou lopen. Want, voorzitter, ook belangrijk, de minister wilde geen risico lopen, de toenmalige minister, gezien de potentiële maatschappelijke onrust en veiligheidsrisico's en het reële gevaar dat betrokkenen liep. De ambtelijke stuurgroep kwam er, voorzitter, de foto werd gemaakt en hij werd ook gepubliceerd, maar het was niet de toenmalige minister die die beide besluiten nam. Sterker nog, hij was er niet eens van op de hoogte, hij was alleen op de hoogte van de optie
van publicatie van een foto. Dus wie uiteindelijk de besluiten heeft genomen, die beide besluiten, dat blijkt nergens uit die 9 pagina's tellende brief. Sterker nog, voorzitter, deze minister doet het af met de mededeling dat medewerkers van het OM, reclassering en NCTV op de hoogte zijn van het feit dat een foto werd gemaakt. Medewerkers informeerden elkaar, niet de ambtelijke leiding, en zo kon de minister dus ook niet geïnformeerd worden. Ja, voorzitter, wat mijn fractie betreft komt de minister hier niet mee weg. De suggestie wordt gewekt dat hier op medewerkersniveau, op laag niveau, besluiten zijn genomen waar de top van de betrokken organisaties niets van wist. Totaal ongeloofwaardig, voorzitter. Die besluiten zijn genomen op directieniveau. Dat kan niet anders, ofwel door één of meerdere topambtenaren. Het was toch ook niet een club medewerkers die uiteindelijk alles moest regelen. Er kwam toch een hoogambtelijke bestuursgroep en die kwam maar liefst 8 keer bij elkaar, voorzitter. Zelfs als dat medewerkersniveau zou zijn besloten, dan moeten de ambtelijke top zich laten informeren en niet zitten te slapen. Want, voorzitter, in het bedrijfsleven vlieg je voor minder de laan uit. Dus ik kom tot een afronding, voorzitter, met een lijst van vragen. Wie heeft of hebben de besluiten tot het maken en het publiceren van een foto genomen? Waarom zijn de toenmalige bewindspersonen niet op zijn minst geïnformeerd? Wie wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden? Ofwel, wie moet of moeten er binnen het ministerie zijn of haar biezen pakken voor deze wanvertoning? En waarom wordt in blunderende NCTV gespaard? Waarom treedt de minister niet daadkrachtig op? Hij was degene die de bezem door het ministerie moest halen. Een ministervoorzitter die na deze schoffering alleen de conclusie trekt dat de informatievoorziening beter moet en daar de ambtelijke top en de top van het OM op heeft aangesproken, is niet in staat om een ministerie te leiden en er voor de toekomst voor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. En dat terwijl deze ministervoorzitter verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, Volkert van der Graaf verscheen tot ieders afgrijzen op tv. Er kwamen vragen die beantwoord werden in het vragenuur. En in dat vragenuur informeerde de minister de Kamer verkeerd. Er kwam een debat, voorzitter, en de minister vond dat onvoorstelbaar vervelend. Na een interruptie van de PVV kwamen er uiteindelijk excuses. En die excuses van de minister zijn meer dan terecht. Voorzitter, het was de toenmalige advocaat van Volkert van der Graaf die ervoor zorgde dat we nu weten wat we weten. En dat moeten we ook goed op ons laten doordringen. Het was niet het ministerie, het was de toenmalige advocaat die uiteindelijk ervoor zorgde dat het balletje aan het rollen kwam. Vervolgens, voorzitter, zegt de minister ook na talloze blunders die toch er zijn geweest, ik weet niet of de bezem door het ministerie moet en u zou eens in mijn schoenen moeten staan. Ja, voorzitter, dat is nou niet echt hoopvol voor de toekomst, maar laat ik zo zeggen, de excuses kwamen uiteindelijk en mijn fractie neemt daar nu genoegen mee, maar zegt wel, voorzitter, dit is wel de laatste kans die wij de minister geven. Voorzitter, dan de inhoud waar het uiteindelijk het debat over is aangevraagd, Volkert van der Graaf. Want mijn fractie vindt wel degelijk dat hij het mediaverbod heeft overtreden. Is het niet met het verschijnen in Brandpunt, dan is het wel degelijk met het zelfstandig aanbieden van camerabeelden die gemaakt zijn. En daarom, voorzitter, dien ik een motie in. De Kamer hoort de beraadslaging constaterende dat er gronden zijn om de vraag in zaak het overtreden van de voorwaarden bij de voorwaardelijke invrijheidstelling van Volkert van der Graaf aan de rechter voor te leggen, constaterende dat de minister op basis van artikel 15i, lid 1 van het wetboek van strafrecht bevoegd is om het Openbaar Ministerie te verzoeken een vordering in te dienen, strekkende tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, verzoekt de minister om het Openbaar Ministerie te verzoeken een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling van Volkert van der Graaf in te dienen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Meneer Bontes heeft een vraag over deze motie. Gaat uw gang. Niet over deze motie, maar een algemene vraag, voorzitter. Ik weet niet of mevrouw Helder al haar moties heeft opgelezen, maar ik wil zelf een motie indienen waarin staat dat de beveiliging van Volkert van der Graaf wordt opgeheven, omdat er geen dreiging is. Hij gaat zelf de media in, de burgemeester heeft er wat over gezegd. En mijn vraag aan mevrouw Helder is, gaat zij mijn motie steunen? Want kennelijk komt ze zelf niet met die motie, maar ik vraag wel steun aan mevrouw Helder dan op voorhand. Ja, voorzitter, ik kan niet op de zaken vooruitlopen. Ik zal de motie moeten lezen en dan zal ik die voor advies met mijn fractie bespreken. Ja, voorzitter, dat is niet zo'n ingewikkelde motie die het dictum zal luiden van dat de beveiliging van Volkert van der Graaf per direct opgeheven zal moeten worden. Ondanks dat, voorzitter, ga ik niet op de zaken vooruitlopen. Ik wacht de motie af en ik bespreek hem intern. Dank u wel.